Welkom bij De Hulom, de podcast waar we coaches van alle niveaus aan het woord laten om hun ervaring en visie te delen met jullie. Vandaag hebben we voor de eerste keer een coach uit het Kempen. Coach Jan Mathuus is momenteel aan de slag bij de heren van Vapco Mol. Hij vertelt ons onder andere over zijn succesverhaal in zijn eerste ambtstermijn bij zijn huidige club. Verder gaat coach Jan dieper in over het fysieke gedeelte tijdens zijn voorbereiding. Enjoy the huddle! Hallo coaches, welkom in een nieuwe aflevering van de Huddle, aflevering 13 alweer op deze zondag. En vandaag hebben we terug een coach uit de provincie Antwerpen die te gast is vandaag. Niet zomaar iemand, het is meer uit de Kempen, uit Mol. Raar maar waar, maar de coach heeft nog altijd geen standbeeld gekregen in Mol, ondanks alle mooie resultaten, ook in het verleden, waar we vandaag zeker over gaan praten. Maar welkom, goedemorgen coach Jan, hoe is het met u? Goedemorgen. Relatief goed, na gisteravond iets minder, maar daar gaan we het niet lang over hebben, denk ik. Dus gisteravond een stevig verlies gehad, maar goed, we zullen het over andere dingen hebben. Maar alles oké. Okay. Nee, geen probleem, coach. Dat gebeurt nu eenmaal. Maar inderdaad, we hadden al op voorhand besproken, hè, waar dat we het vandaag gingen over hebben. Vooral vanuit jouw ervaring bij Mol. Maar misschien wel een eerste vraag, en dat was een vraag die Mike wel had. Hij heeft een heleboel vragen voor jou. We zitten nu wel al niet meer in het begin van het seizoen, maar misschien wel eens leuk, want we hebben die vraag nog niet te veel gesteld. Van kijk, coach, hoe start je eigenlijk een seizoen? Hoe ziet een voorbereiding er voor u uit? Waar geef je zo wat belang aan in het begin van die voorbereiding, et cetera, et cetera? Ja, nu voor mij begint de voorbereiding eigenlijk al voor de voorbereiding. Dus ik hecht eigenlijk veel belang aan de periode voor dat we eigenlijk effectief aan de voorbereiding starten. En zeker het eerste seizoen dat ik bij een club ben. Omwille van mijn ervaring als beroepsmatig dan. Ik ben jarenlang zelfstandig geweest in het afnemen van fysieke testen bij groepen en individuele. En dat heb ik eigenlijk in het begin, als ik overgepakt heb als coach in Arnhem, heb ik dat eigenlijk meegepakt om eigenlijk de ploegen echt te testen aan het einde van het seizoen. Om dan een schema mee te geven om aan de voorbereiding te starten. En dan, als we in augustus samenkwamen, dan deden we die test opnieuw om te kijken hoe dat de fysieke paraatheid gesteld was. Dus ik hecht eigenlijk veel belang aan het fysieke aspect, maar vooral de basisuithouding om eigenlijk in augustus te starten. En het eerste jaar hecht ik daar veel belang aan. En meestal het tweede jaar of het derde jaar is dat niet meer nodig, omdat dan de meeste spelers wel weten van oké, dat is de verwachting van de coach en we zijn zelf wel actief genoeg bezig om tegen augustus daar te zijn. Mijn basketvoorbereiding is dan ook de eerste weken eigenlijk puur conditioneel. Dus ik denk dat niet echt een vreemd is voor de meeste coaches. Maar de eerste twee weken van de voorbereiding is eigenlijk zuiver conditioneel. De eerste twee wedstrijden zijn ook altijd zonder plays. Niks plays, enkel binnen de 8 seconden moet er een shot zijn. Full court defense. Dus eigenlijk een zuiver conditioneel. Dus eigenlijk daar ligt mijn hoofdzaak in de voorbereiding. Ook omdat ik wel pretendeer van een conditionele manier van basketten te hebben. Dat doe ik toch het liefst. Dus dat is wel belangrijk. Voilà, dus dat is eigenlijk de belangrijkste insteek. Dus ik test eigenlijk de conditie voor de voorbereiding. Ik test de conditie opnieuw. En dan sta ik het op papier. Hè. Dus voor de meeste spelers is dat ook wel interessant om eens te zien van hoe staan ze ervoor. En dan is er ook geen uitleg. Hè. Ze kunnen altijd zeggen van, we hebben 3 keer per week gelopen. Maar ja, goed, als het op papier, als het niet bevestigd wordt, dan is er meestal een probleem. Hè. Dus dat is de belangrijkste insteek. En welke test doe je dan? Ja, vroeger had ik daar, beroepsmatig had ik daar de mogelijkheden voor. Had ik het materiaal ter beschikking. Dat was een Conconi-test, dat is een Conconi-protocol. Dat wil zeggen, je loopt 200 meter, dat is liefst op een piste. Dus je loopt 200 meter, start bijvoorbeeld 7 per uur of 7,5. En dan per 200 meter gaan een half kilometer per uur versnellen. Per 200 meter een half kilometer per uur versnellen en dan wordt de hartslag gemeten en op een bepaald moment ga je een knikpunt zien in de hartslag. Nu, er zijn verschillende, je kunt ook lactaatmetingen. Maar dat materiaal had ik beroepsmatig ter beschikking, dus dat was voor mij heel gemakkelijk om dat te gebruiken. Mm. En dat was eigenlijk het protocol dat we gebruikten. Oké, okay, dus,
En de volgende keer als je Paul van den Bos nog eens hebt, dan kunnen we dat nog eens vragen. En die gaat dat perfect kennen. En wat deden dan met spelers die eigenlijk in, seizoen, allee, in augustus aankwamen en niet in orde was? Of gebeurde ja, dat? De insteek was dan wel van ze te proberen te stimuleren om meestal op het niveau waar de kickcoach is 3 trainingen de max. Dus dan proberen we wel te stimuleren om nog een extra momentje te zoeken om wat basis te trainen. Maar bij mij was ook altijd de afspraak van, er was een bepaald, dat was een niveau tot zeven, dat was het maximum. Dus iedereen moest minimum vol 5 zijn. En als we daar niet geraakten, dan bleven we eigenlijk conditioneel trainen tot dat ik voelde van, oké, ik kan een stap verder gaan op de training. Dat is eigenlijk ook een beetje een mindset die ik met alles heb. Tactisch heb ik dat ook wel. Dus als er een play, als ik voel dat de play bij 9 van de 10 er wel in zit, maar bij de 11ste en de 12ste niet, dan zal ik nooit niet een optie meer erin steken totdat dat eigenlijk bij iedereen erin zit. En dat is bij dat conditioneel aspect ook wel. Los van dat er altijd wel mensen zijn die nu eenmaal iets minder aanleg hebben in dat conditionele. Natuurlijk, een echte 5-speler is dat ook iets minder belangrijk dan bij de guards en de forwards. Maar allee, ik probeerde dat toch een beetje naar iedereen te kijken en ook vooral te stimuleren dat als groep. En je merkte dat altijd wel, naarmate dat de seizoenen vorderden, dat dat een cultuur werd wel. Dus, maar inderdaad, proberen te stimuleren om een extra momentje wat basis te trainen. Hè. Ja, ik ben er helemaal niet zo'n goede coach in dat conditionele. En dat is echt... Want je zegt al, de meesten doen dat in augustus direct zo. Oh, ik vergeet dat meestal. Ik kon er vanuit, die doen dat wel. Dus ik ben er niet zo'n... Ja, dat is natuurlijk mijn eigen ervaring ook als speler, dat zo niet is. Hè. De mensen doen het niet. En ik voelde zelf ook wel, want ja, als je zelf een trainer bent of je bent zelfstandig in die sector, dan kun je ook natuurlijk niet het vermijden om ermee bezig te zijn. Mm-hmm. En het gevoel van zelf conditioneel aan een voorbereiding, conditioneel in orde aan een voorbereiding te beginnen, ja, dat is een wereld van een verschil. Hè. Dan zijn die eerste trainingen hè, waar iedereen op vloekt van... Oh, en die hebben bij mij is er dan bretten slopen. We doen altijd 60 voor 16. 16 bretten op een minuut, dat is dan de doelstelling. Ja, dat wordt dan opgevloekt en gedaan. Maar als je conditioneel in orde bent, je begint in augustus aan die trainingen, ja, dan zijn die eerste trainingen echt... Ja, dan is dat veel leuker om dat te ervaren. Hè. Dus dat is mijn ervaring als speler. En dat probeer ik ook wel door te brengen... over te brengen naar de rest. En misschien zo is een tip met mijn achtergrond. Hè, want ik ben zo'n coach die dat bijvoorbeeld helemaal niet zo heeft. Ik heb die achtergrond niet. Ik ben er niet zo goed in. Wat zou jij zeggen tegen coaches? Want we volgen wel een cursus waar je conditie krijgt. Maar eigenlijk, ja, je doet even die cursus en een maand later ben je dat vergeten. Hoe zou je zeggen van, oké, als je dat moet inbrengen, die conditie, in begin augustus, hoe zou je dat zeggen? Wat zou je moeten doen? Ja, het is een beetje afhankelijk van in welke staat dat ze in augustus aan het seizoen beginnen. Mm-hmm. Als het echt de basis nog moet zijn waar je aan wilt werken in augustus, dan is dat bij mij heel veel in shooting. Dus heel veel in beweging, individueel, shot. De eigen rebound pakken en gewoon individueel. Dus dat je eigenlijk niet die hoge hartslagen hebt, maar dat je wel eigenlijk constant bezig bent. En ja, de midste shotten vinden ze nog wel aangenaam. Dus die basisuithouding is in principe niet direct die pieken zoeken. Dus is in principe een echt puur lage intensiteit. Dus dat steek ik heel veel in shooting. Mijn eerste half uur van de training is ook altijd een half uur shooting. Meestal individueel, per 2, per 3, maar altijd bijna eigen rebound. Dat je eigenlijk constant in beweging bent, dat er eigenlijk niemand stilstaat. Ja, en afhankelijk van, hè, als ze wel al conditioneel in orde zijn, ja, bij mij is het tweede seizoen sowieso eerste training op de piste. Dus dat is sowieso wel... En je voelt wel, in het begin vloeken ze daar wel over, maar jaren nadien zijn dat wel de trainingen waar dat nog over gebabbeld wordt. En die moest dan na 3 kwartier gaan overgeven. En allee, dat zijn wel de verhalen die dat dan wel leuk blijven. En dat zorgt er ook wel voor die groep, dat die willen daar wel samen vergaan. Mm-hmm. Dus het is eigenlijk een beetje afhankelijk van in welke staat komen ze in augustus aan. En basisuithouding kunnen eigenlijk steek ik vooral in shooting. Oké, interessant. Ja, nee, dat is wel interessant.
En coach, daarnet in het begin zei je van de eerste twee matchen doen we niks van plays in de voorbereiding en hebben die 8 seconden regel, hè, dat je binnen 8 seconden stond. Is dat iets dat terugkomt in uw manier van spelen ook, die 8 seconden in doorheen het seizoen, of is dat iets langer? Of hoe... Wel, sowieso. Ik ben wel iemand die het niet zal afremmen voor een open court te spelen. Afhankelijk natuurlijk van welke ploeg en welke spelers dat we hebben. Maar ik ben wel iemand die ervan overtuigd is dat als alles gaat zoals het moet gaan natuurlijk. Kwetsures en alles achterwege laten. Maar als alles gaat zoals het gaat, ben ik ervan overtuigd dat wij het een hoog tempo, dat we er voordeel bij hebben. Dus als we in de eerste helft een paar zotte shots inderdaad binnen de 5-6 seconden hebben. Ik geloof daar sterk in dat we in de derde kwartier of in de vierde kwartier dat we daar ons voordeel uit halen. Dus ik zal dat zelf afremmen. Ja. Natuurlijk, er is een verschil op welk moment. Als je dat 3 keer na elkaar doet en dat is 3 keer ernaast, ja, dan natuurlijk wel. Dan zal ik wel even roepen van oké, nu een set play. Maar over het algemeen is dat wel iets wat ik stimuleer van open court te spelen, van die opties wel te durven pakken. Ja. Dus ja, dat is wel iets waar optie 1 zal sowieso een snelle optie zijn. Ja, oké. Okay, ja, nee. Ja, ik denk dat Mike dat wel kan bewijzen. Bij u is dat ook. Mike, ik weet niet of je een bepaalde secondenregel hebt, maar je hebt maar die 8-secondenregel is zoiets dat er zo uit is. Hè. Ik denk dat Sappenberg dat ook heel hard heeft, de 8-secondenregel. Wat Jan zegt, hè, vooral in de derde, vierde kwartier, dan zie je dat ploegen beginnen te breken. Hè. We hebben het er van de week nog over gehad, hè, Jan, dat met Mol, we zullen er straks ook nog eens over hebben, dat ploegen dan beginnen te breken, hè, die derde kwartier. Dus dat is snelle baskets. En vooral wat de coach zegt, wat belangrijk is, dat de mensen moeten weten, je moet snel spelen, maar je moet als coach ook heel snel kunnen ingrijpen als ze crazy worden, als ze domme shots beginnen te nemen. En dan moet je echt heel snel ingrijpen, want anders wordt het een shotkraam en dan is het gedaan eigenlijk. Ja, en dat is natuurlijk, het is ook trainbaar wel. Hè? Het is wel trainbaar. Je kunt inderdaad wel het verschil op een training tussen wat is nu de juiste beslissing en wanneer ga ik wel open court. Je merkt wel als je dat veel traint dat daar wel een bepaalde richting in komt, dat er wel een kader in komt. Ja, dat is zeker zo. Ik krijg de laatste weken heel veel de vraag van met Kontig, we zijn een goed seizoen begonnen, we scoren veel en het is zo, maar geschot veel, het percentage is hoog. Dat is waar, het is hoog, maar het is zoals dat de coach zegt, het is trainbaar. Je moet er constant mee bezig zijn. Ik ben op training ook constant ermee bezig van wanneer moeten we het shot nemen? Wat zijn de goede shots? Wanneer willen we dat nemen, boys? En eens dat je daar constant mee bezig bent, zijn die er ook mee bezig. En ik denk dat ik gisteren nog tegen iemand zei van mijn bank is daar ook mee bezig om dat tegen de spelers op het veld te zeggen. En ja, dat is op training. Hè. Dus zo'n ding is, moet je snel spelen, moet je trainen. Allee, het is een mindset, maar je moet het wel trainen. Klopt. Ja, sowieso. En over trainen gesproken, coach, hè, we hebben het er net gehad, nu over de voorbereiding. Als je dan kijkt naar de rest van het seizoen, hè, we zijn nu ergens, wat zijn we, november. Hè. Hoe verlopen trainingen bij u? Is er een bepaalde rode draad dat bij jou terugkomt? Of een bepaald topic dat je iedere keer er zeker wilt insteken? Ja, wat ik er juist al aanhaalde, en ik voel wel zeker als je drie seizoenen bij een ploeg zit, dat er af en toe langs de oren uitkomt. Maar mijn eerste half uur is standaard een shotopwarming. Dat is standaard shooting. Ik denk dat we meestal individueel een speler ongeveer 200 shots gescoord heeft vooraleer dat we effectief aan de training beginnen. Dus mijn eerste half uur is bijna altijd shotten. En ik heb daar eigenlijk goede ervaringen mee. Dus daarom dat ik dat eigenlijk niet wil lossen. Zowel in de 5 jaren in Okido, als de jaren in Mol, als de dames in Okido. De minder goede shotters gaan gewoon aan een hoger percentage shotten. Dus je merkt ook dat die meer vertrouwen krijgen om dat shotje te pakken. Met gevolg dat je een ploeg krijgt waarin dat iedereen kan shotten. Of zelfs shotten tijdens een match. Wat dat soms al even belangrijk is, hè, van dat ze durven shotten dan dat ze erin zitten. Omdat ze sowieso al de defense wat uitdagen. Hè. Als er 3 op het veld staan die niet naar de goal gooien, ja, dan heeft de rest ook problemen. Dus, je merkt dat hoe goede shotters, dat die,
ja, die vinden dat gewoon super plezant om veel te shotten. En die, ja, die komen elke keer met plezier trainen. En dat een tweede rode draad is, dat alles is competitie. Dat begint bij de shotopwarming. De shotopwarming is competitie. Alle 1 tegen 1, alles 2 tegen 2, alles is competitie. Dus ik zal aan alles een score hangen en ik zal aan alles een consequentie hangen. En ik heb ook al de dingen waar de andere coaches hier in de podcast, daar heb ik ook er al wel wat tussen gestoken en zo, die variaties en zo. Dus met alles is competitie. Ja. En dat is voor de ene is dat soms frustrerend, als je een heel training niks kunt winnen, dat begrijp ik, maar je voelt elke training opnieuw dat zelfs die net de vorige training verloren hebt, dat je die volgende training toch wel een oefening wil winnen. Mm-hmm. En dat houdt ze wel scherp. Dat zijn eigenlijk de twee rode draden, vooral veel shotten en alles competitie. Dat zijn zo hetgeen waar ik aan vasthoud. Ah, nee, leuk. Ja. Ik herken dat wel, dat competitieve. We hebben soms op donderdag ook zo wat shotoefeningen. En we hebben een bepaalde speler, als die een paar keer verliest, dan durft hem al eens beginnen roepen en vloeken en zo. Maar dat toont ook wel aan dat die honger er is om zelfs op trainingen te winnen. Hè. Dus nee. Dat... Zeker. Om nog terug te komen op de Mike's een vraag van de basis. Ik ben zo de eerste training dat ik ergens kom. Hè, dus de eerste training... Ja, nu zal het geen geheim meer zijn. Hè, moesten ze luisteren en ik kom ergens. Maar ik zal altijd bijvoorbeeld 20 spots of 25 spots bucket leggen. Hè. Meestal heb ik ergens veel borden om op te trainen. Hey, dat probeer ik toch altijd voor elkaar te krijgen als ik ergens naartoe ga. En dan moeten ze 100 shots scoren individueel binnen de bucket. Hè, verschillende borden, allemaal spots. Mm-hmm. En de eerste training is meestal zo... Well, dan denken ze van, oh, shotje, reboundje pakken, een paar dribbeltjes tussendoor. Maar dan is er altijd wel ene die dan denkt van, ah, oké, het is om ter eerste, dus up, shot, rebound, shot, rebound, shot, rebound. En dan is het, oké, stop, 100, oké, baseline. Ah, hoeveel moest er nog? Ah, 56. Ah, hoeveel moest er nog? Ah, nog 45. Ah, 65. Oké, het verschil wat je nog moest is een lengte. Ja, voilà. Dat is ook conditionele training. Hè. Dus dat is aan een trend zetten. De volgende training legde die spots terug opnieuw, of twee trainingen later. Ja, en dan had iedereen dat wil. Shot, rebound, shot, rebound, shot, rebound. En dan voelde wel dat daar strijd en dat uithoudingstukje, want ze gaan wat sneller reageren. Ah, ja. Ja, en ze geraken opgewerpt. Hè. Dus dat zijn zo wat dingen waar dat je toch wel een paar verschillende dingetjes kunt winnen. Ja, dat is... Dus, ja, dat heb ik al een paar keer dat er een paar met rogen draaien. Vooral bij dames, dat kende je ook, Mike. Als dames dat moeten doen, dan... Ja, dan... dat is zalig. Maar dat is wel iets goed, eigenlijk. Ja. Dat is wel een goede binnenkomer, eigenlijk. Spotjes zitten en gaan ze er dan ook wel direct uit waar het de motivatie zit, hè? Dus, ja, de tweede training, hè. Als er zijn die dat nog blijven volhouden van op het gemakje te doen, ja, dan... Maar de eerste training is het een beetje voelen van wie is er allemaal. Hè? Ja, dat is. Op die shooting wil ik even inpikken. Dat is misschien voor jullie twee, alle twee. Hè. Het heel veel discussie, coaches die zeggen van nee, ik doe nooit sterk shooting op training, omdat dat in een wedstrijd ook niet echt voorkomt. Ik doe echt game-like vanuit movement of vanuit de dribbel. Wat vinden jullie daarvan? Ik persoonlijk denk fork shooting, gewoon sterk shooting, kan wel goed zijn om op te warmen of om het vertrouwen even op te krijgen of na een training. Maar ja, hoe pakken jullie dat aan? Is dat vooral game-like vanuit ja, bepaalde breakdowns? Want we horen dat vaak coaches die zeggen, oh nee, sterk shooting, dat is voor niks niet meer goed in deze tijd. Ik ben eigenlijk... Ik zit natuurlijk op een ander niveau. Hè. Voorlopig alleen wat landelijk en wat provinciaal gedaan. Dus ik zit denk ik nog op een ander niveau als waar de meeste coaches die hier gepasseerd zijn. Maar ik denk de meeste shots die bij mij in de wedstrijd genomen worden, dat is een drive inside-outside en dat is een spot shot. Dat is, oké, dat is wel naar circle movement of naar een beweging, maar dat is... Ja. Zover ga ik wel in game-like shooting, dus dat er wel wat beweging in zit. Maar op zich, de shots die bij ons tijdens wedstrijden, ja, dat zijn eigenlijk maar spotshots. Dus ik zal heel veel variëren van aanloop en van bewegingen en van locaties en spots en plaatsen. Maar ik zal heel weinig in 3 tegen 0. Want ik merk ook heel veel coaches die...
die in 2-0, 3-0, daar dan die situaties en om dan naar een shot te gaan. Ja, ik voel daar zowel weinig motivatie bij de spelers altijd, zeker als je dat wat langere tijd gaat doen, dan dat ik echt daar een meerwaarde in voel. Dus ik ben wel meer fan van heel veel shotten, maar dan inderdaad minder game-like, dan dat ik heel minder shots en dat die, wat ik dan weer wel compenseer mee, dat ik heel weinig plays heb en heel beperkt ben in tactische zaken. Dus ik ben meer iemand van heel veel dezelfde, minder tactische opties, maar wel meer dat er meer shots gepakt worden. Ja. Dus ik ben het niet helemaal eens. Oké. Ik heb al het tweede meegemaakt. Hè. Ik heb in Nijlen, waar ik altijd een game-like shooting deed, en als ze dan een tijd naar mij kwamen, zei coach, we willen statisch shotten, we hebben dat nodig voor het vertrouwen. Oké, wie ben ik dan om te zeggen van, nee, ik heb dat niet. Hey, want ik heb er een paar heel goede shotters met Steve Hesses, Kim Van Acker. En dan heb ik dat gaan doen en dan merkte ik wel dat op ons niveau dan, in de provinciale was dat eigenlijk echt naar boven ging, dat shotpercentage, dat die gewoon statisch shotten. Omdat voor hun was dat in hun hoofd ook gewoon super belangrijk. Bijvoorbeeld bij Contig nu, doen wij redelijk wel wat statisch shotten, maar dat is meestal altijd in het begin, zoals bij jullie waarschijnlijk. Daarna doen wij dat wel 3-0. Mm-hmm. 3-0 of 4-0, maar ook niet altijd heel lang, want zoals Jan zegt dat... Maar wat ik wel probeer te doen, is dat die echt wel circle movements moeten doen, extra passes moeten geven, en dat die ook echt mogen vieren. Die moeten echt vieren als die scoren na een extra pas. En dan is dat op een leuke manier. Ik heb dat 100 keer gezegd van Johan Rooijakkers gepakt. En die doet dat goed. En dan is dat wel eens plezant om te doen. Maar ook geen 10 minuten om een stuk. Dus ik geloof in allebei wel een beetje. Afhankelijk van wat voor ploeg dat je hebt en wat dat ze nodig hebben. Ik denk dat we op ons niveau, ik denk dat Jan dat kan beamen, dat je heel vaak toch eens moet luisteren naar wat je spelers... graag hebben. Dat is niet altijd plezant, maar soms is dat belangrijk. Ja, plus de trainingstijd is ook redelijk beperkt. Mm-hmm. Hè? Mm-hmm. Als je... Ja, dat is gelijk dat conditioneel aspect is dat ook... Vroeger was ik was aan een personal trainer van Regent Allo van opleiding en dan zie je zo al die oefeningen die je eigenlijk moet doen om spiergewijs in orde te zijn en blessurepreventie en al die zaken. En je begint als coach we gaan de mannen screenen en kijken waar zitten de zwaktes en stretchen en al die toestanden. Maar dan kom je eraan en dan heb je maximum 3 trainingen. En van de 3 trainingen zijn er dan sommige 2 keer aanwezig. En dan moet je al gaan zien van, want als je die oefeningen maar 1 keer per week doet, dan hebben ze eigenlijk relatief weinig effect. Dus ja, je moet zodanig gaan knippen en in je trainingen en waar wil ik aan werken, dat we die 3-0, al die breakdown drills willen in een training steken. Ja, iedereen wil dat graag doen. Maar als je maar zodanig een trainingstijd hebt, zeker op het lagere niveau dan, dan moet je echt gaan selecteren. En ja, dan zijn dat de dingen die ik er persoonlijk uithaal. Ik heb liever constant alle 10-12 spelers in beweging, dan dat er 9 stilstaan en 3 de oefening aan het doen zijn. Klopt. Maar dat is inderdaad ook een keuze door tijdsgebrek, denk ik, mede. Maar ja, want in het eerste jaar dat ik dan coach was, was ik daar ietsje enthousiaster in. Maar ja, je leert dat inderdaad. Dat spelers komen van, nu kunnen we het 3-0. En dan gaan we 3-3 spelen en dan lukt hij niet. Dus ja, dat zijn inderdaad moeilijke keuzes. Ja. We waren het er juist ook al over bezig. Coach, over... Je zei het al, ik heb niet veel plays. En ook je zei van... als 11 en 12 de play, ga ik niet naar de volgende optie. Maar hoe kiest jij eigenlijk je plays? Als je in het begin van het seizoen de voorbereiding begint... dat begint voor de meeste coaches in juni, sommigen ervoor. Als je in het eerste jaar ergens komt... Doe je dat aan de hand van de spelerscapaciteit dat je hebt? Of is dat je eigen filosofie? Wat voor persoon? Hoe zie je dat? Ik denk voornamelijk dat ik hetgeen meegepakt heb als speler. Dus ik heb sowieso mijn eigen basis waarvan dat ik denk van dat werkt. Daar zit alles een beetje in. Daar zit een pick and roll in. Daar zit een baseline optie in. Daar zit een lateraal screen in. Daar zit alles in.
En van dan... En dan dus ik heb eigenlijk twee opstellingen. En dan kijk ik een beetje van, ja, wat kan met de groep? En ik begin dan, bijvoorbeeld nu met Mol, dan begin je met twee opties. En dan voelde van, oké, dat zit erin. Oké, dan steek ik daar een derde optie in. Maar ik zal altijd heel rustig aan opbouwen, omdat ik toch merk dat als je één optie goed kunt, dat beter is dan dat je 10 opties half zijn gat kunt. Dus ja. Ik heb sowieso een paar spelers die tactisch niet super sterk zijn en die dat er ook geen boodschap aan hebben van bijvoorbeeld tijdens een time-out. Dat kan, hè. Sommige groepen kunnen een time-out pakken en zeggen, oké, nu gaan we deze spelen en iets helemaal nieuw. Maar ja, daar heb ik het publiek niet voor. Dus ik probeer echt vast te houden aan beperkte dingen waar ze dan wel de opties perfect in kennen. Dus ja, heel beperkt eigenlijk. En dan proberen, naarmate het seizoen vordert, van oké, is een optie meer erin steken. Maar meestal probeer ik bij dezelfde organisaties te blijven. Dus bijvoorbeeld een Horns-opstelling, waar dat je dan met één optie begint in die richting. En dan, oké, als ze nu in die richting gaan, dan gaan we een andere optie doen. En zo probeer ik dat wat op te bouwen. Ik geloof er ook wel in, hè. In dat je, als je één ding heel goed kunt, dan, en je werkt daar al heel goed uit. En bijvoorbeeld... Je hebt een opstelling in bijvoorbeeld een horns en je komt in een ballscreen. Als je daar al weet, op die coverages gaan we dat doen altijd, dat je al heel ver kunt komen. Allee, heel ver. Dus je moet geen 20, 30 plays hebben. Als ik bij context zie, we spelen vaak veel dezelfde play en we komen er toch uit. Dus ja. Ja, nee, dat is... En het is gelijk dat coach Jan ook zegt, hè, hangt allemaal af van welke spelers dat je hebt. Hè. Want je kunt geen wel Euroleague zien bijvoorbeeld. Hè, en dat is een goede play, die ga ik meepakken aan mijn ploeg. Maar ja, niet iedereen heeft een Tavares in zijn ploeg lopen of een Heinz natuurlijk. Hè, dus wel terechte opmerking. Nee, dat klopt. En op het eind van de rit, zeker in deze basketbal, aan de ene keer als je naar een pick-and-roll gaat, ja, meestal eindigt een offense of start een offense van een pick-and-roll. En wat je daarvoor... dan is het inderdaad de reacties op de defense. Maar ja, uiteindelijk is die pick-and-roll hetgeen waar dat eigenlijk uw offense op gebaseerd is. Hè. Om daarop in te spelen, ga je daar dan heel veel aandacht inbrengen aan de pick-and-roll of de pick-and-dive of de pop in uw trainingen? Vooral in scrimmage. En dan inderdaad wel 3-3 en dan puur specifiek, maar dan zal ik eerder met me focussen op de defense, op de pick-and-roll en dan bij gevolg dat een aanval moet reageren. Hè. Met een hoge hedge zullen die optie moeten doen, bij de switch gaan die optie moeten doen. Dus ik zal denk ik eerder die pick-and-rolls eerder defensief benaderen en dan dat de aanvallers hun plan moeten trekken en de juiste opties moeten lezen. Maar ik zal dat nooit niet... Ik zal dat heel weinig ook 3-0. Ja, ik zeg het, bij mij is alles eerder competitie, dus dat zal altijd in matchvorm zijn. Ja, maar dat kan ook 3-3 of 4-4 zijn. Hè. Ik probeer dat wel... wat ik wel merk... En ik heb er nu heel veel tijd in gestoken de voorbije jaar ook. Met bijvoorbeeld met die guard, hè, nummer 6, Jorg. Is om die echt wel goede ballscreen te leren spelen. En dat is een oproep naar alle U16, U18 coaches of U21 coaches. Probeer daar veel meer tijd in te steken. Als de ballscreen mogelijk is, zie dat ze eerst 1-1 kunnen spelen. Dat is het belangrijkste. Hè? Maar als dan de ballscreen komt, leren dat op een deftige manier te doen. En dan gaan seniorscoaches heel veel plezier hebben. Want een goede ballscreen, dan heb je heel weinig plays nodig. Als je een speler die een goede ballscreen kan spelen, dan is het... Dat is plezant, hè. Dat klopt. En we hebben Gunnar kent dat ook heel goed. En dat is... dat is geweldig om zo'n speler te hebben, hè. Ja, jij mocht dat zeggen, Mike. Nee, maar dat is toch... Dat is zo. Ik vind het gewoon heel belangrijk om daar veel tijd in te steken. Doe dat niet. Ga geen ballscreen spelen om het maar te spelen. Ik zal eerlijk zijn, ik heb in het begin van het seizoen doen de U21 van Kontig. En in het begin van het seizoen, we spelen offense, ballscreen. Ja, we zaten in niveau 1. Dat was veel te hoog voor ons. En ik heb eigenlijk na 4 wedstrijden gezegd, kijk, we zitten geen ballscreens meer.
Want wij spelen geen 1 tegen 1. Wij kunnen geen 1 tegen 1 spelen. Dan moeten we geen ballscreens spelen. Dus hup, terug naar de basics. En oké, okay, gisteren gewonnen. Laatste wedstrijd van de heenronde. Alleen van de eerste ronde. Plezant. Dan weten we van oké, okay, je moet niet altijd te moeilijk maken. Ik ga altijd terug naar de basics. En als ze de basics kunnen, kunnen we een stap verder zetten. Dus. Ja, klopt, klopt. En daar is eigenlijk coach Jan ook mee bezig. Hè? Want jij coacht uw zoon, heb je verteld. Dus dat is toch ook een beetje teruggeven naar de basics. Ja, maar ik heb altijd de combinatie gedaan seniorenjeugd. Hè. Ik heb altijd... Alleen nu is het eerste jaar dat mijn zoon, denk ik, oud genoeg is. Dus hij is nu... wacht, hè. Eerste jaar U12. Mm-hmm. Dus dat was zo het eerste jaar waarvan ik voel van... Oké, okay, nu moet ik het eens proberen om te zien hoe dat het gaat. En voorlopig, moet ik zeggen, gaat het eigenlijk heel goed. Dus we hebben nog geen... kletteren en aan bras gaat met elkaar, dus dat is al nog geen enkele keer. Dus dat valt. We willen er toch eens even op ingaan, want ik weet, ik heb bij u eens een gesprek gehad, enkele jaren geleden, toen dat je naar Okido ging, hè, naar de vriendin, dat je die ging coachen, dat ik zei van... Okay, Vrouw ondertussen. Vrouw, oké, okay, mijn excuses, vrouw ondertussen. En dat je zei van... soms zijn dat wel eens een stille rit terug, hè, maar jullie hadden wel de afspraken gemaakt... Bepaalde afspraken, als je je zoon, toen je vrouw coachte, kunnen we er eens op ingaan? Op zich heb ik daar, want ik heb ze 3 jaar gecoacht, daar zaten nu wel 2 coronajaren bij, dus dat is pakt een goede 2 volledige seizoenen gecoacht. Mm-hmm. En overal denk ik dat wel een positieve ervaring was. Je hebt wel het voordeel dat je iets meer tijd hebt voor u te verklaren, hè, terwijl je soms een speler naar zijn voeten geeft en na de match is dat dan ook, hè, is die weg en dan dat was dan ook. Mm-hmm. Terwijl dat, ja, met Caroline was dat dan oké, dan was het inderdaad soms een uur terugrijden, hè, allebei niks tegen elkaar zeggen, maar dan konden we daarna wel erover praten van kijk, hè, ik heb dat daarom gezegd en of dat was zo of zo. Dus op zich was dat voor haar ook wel oké, denk ik. Mm-hmm. Plus, je voelt wel meer wat er in de groep leeft. Ay, los van dat ze niet alles tegen haar zullen zeggen, is dat wel iets wat dat toch wel op een bepaald moment wat dat bij mij moet komen, komt dan bij mij. Terwijl dat je dat soms, denk ik, minder hebt als coach. Mm-hmm. Dat sommige dingen die in een groep leven, dat minder terechtkomt. Was dat die seizoenen wel zeker zo. En dan kunnen we daar iets sneller op ingrijpen. Ik denk dat ik maar op die 3 seizoenen maar 1 keer echt op de zetel geslapen heb. Dus dat valt nog wel mee. Dus, ik zal die anekdote meegeven. Mocht het niet van Caroline, ik ga het toch doen. Dus we spelen de laatste 10 minuten of 5 minuten spelen we scrimmage, 5-5. En ik ben zo nog wel een coach die... Als coach/arbiter de slechte arbiter kan simuleren. Dus ik weet niet of dat jullie daar ervaring mee hebben. Maar af en toe is loopfout, wat dat dan misschien geen loopfout is, maar gewoon voor de gang van het spel wat in de goede richting te laten gaan. Plus ook om ze te wapenen mentaal op een slechte arbiter. Want we moeten heel eerlijk zijn, af en toe, misschien heel beperkt, maar af en toe komen we eens arbiters tegen die niet altijd de juiste call doen. Dus we moeten daar als spelers ook voor wapenen. Dus wat gebeurt er de laatste halve minuut? Hè, ik roep halve minuut en Caroline de ploeg staat 1 punt voor. En Caroline heeft een bal en die dribbelt en die doet een stepback. En die doet een stepback 3-punter en die gooit die binnen. En ik sta aan het scorebord en ik tel 2 punten bij. Dus ze staan 3 punten voor. En die staan naar mij te kijken van, allee, dat was een driepunter. Ik zeg, je stond met je voet op de lijn. Dus wat gebeurt er? Ik ben aan het aftellen, want het was les half minuut. Dus 10-9 en die een tegenstander, die dribbelt de bal op. En juist over de middellijn, op de buzzer, gooi die binnen. Dus gelijke stand. De consequentie was trouwens 15 brettes op een minuut. Dat is voor dames is dat dus echt een minuut doodgaan. Hè? Dus niemand wou verliezen. Wat gebeurt er? Oké, vrijworpen. Het is gelijke stand. Ploeg die eerst mist, gaat eraan. He, dus tegenstander van Caroline scoort. Caroline, hop, klets, die mist je. En ja, dus die komt mij door, bliksemen.
Dus ja, dat was op het eind van de trein. Dus one team, up, ik naar huis. Een half uur later of een uur later kwam hij hier thuis aan. En die kijkt zo naar mij. Zeg, kun jij net toegeven dat dat een driepunter is? Ik zeg, ja, dat was een driepunter. En dan was het al te klein natuurlijk. Hè. Dus ik zeg, ja, ik zal wel op de zetel slapen. Maar dan, om terug te komen op wat ik er juist gezegd heb, als je daar dan die dagen nadien nog gaat over babbelt en je kunt dan zeggen, kijk, als je die moment gewoon verdedigd had en niet met een arbiter bezig werd, dan hadden die dat buzzershot nooit niet gemaakt. En dan hadden die match nooit niet verloren. Dus voilà. En dan kun je zeggen, van, als dat dan niet uw vrouw is, ja, dan is dat natuurlijk moeilijk. Hè. Dan kan het goed zijn. Dus dat is eigenlijk... op zich heeft dat wel mij meer voordelen gegeven dan dat een nadeel gegeven heeft. Plus, het hielp ook wel. Caroline was nou ook wel een van de basisspeelsters. Ik denk als uw vrouw of stel mijn zoon, dat is ook wel een van de betere. Stel dat dat iemand is die wat minder is, en dan zou dat misschien moeilijker zijn. Maar achteraf denk ik dat ik veel harder was voor Caroline dan voor al de rest. Dus, ja, dat was eigenlijk mijn volgende vraag. Wil jij er veel harder voor? Ik denk het wel. Ik denk als je aan de andere ploegmaten dan... want ze zijn af en toe zelfs komen zeggen van... doe een beetje... Maar ja, dat was dan omdat ik wist enerzijds wat dat er wel in zat. En anderzijds dat ik het ook nadien kon verklaren. Hè. Ja. Waarom dat ik bepaalde dingen zei. Hè. Dus, voilà. Ja, plezante ervaring. Ja, maar dat is zo. Ons papa heeft mijn broer en mij ook gecoacht. En die was ook veel strenger voor ons. Altijd zo streng voor ons geweest. Dus ja. En ze zijn wel niet allemaal zo. Nee, dus. En dat vind ik eigenlijk wel spijtig. Want ik vind dat wel... In het begin denk je wel zo van... Moet je nou zo streng zijn voor ons? En ons mama heeft het er ook niet altijd makkelijk mee. Maar uiteindelijk, achteraf ben ik blij omdat hij dat nooit niet heeft voorgestoken. En dat ik ben er alleen maar beter is geworden als speler, als mens en als coach. En je moet dat kunnen relativeren. En zoals gezegd, als je er achteraf goed op een goede manier kunt over praten. En ik zeg dat nog vaak tegen mijn spelers nu nog. Hè, en ik zeg een dag dat ik niks meer tegen u zeg. En dan zei mijn papa altijd, dat is een dag dat je zorgen moet maken. Ja, en, dat klopt. Dat klopt, hè. Dat klopt volledig. Ik heb met onze jaren heb ik wel de afspraak, alleen voor mezelf dan, dat ik, als we niet in de sporthal zijn, dus als we hier thuis een balken aan het gooien zijn, dat ik dan ook niet op zijn kap zit over technische zaken. En tenzij dat hem er zelf achter vraagt, want hij durft dan zelfs zeggen, leg jij de spots en wat de shotten, weet ik wat. Of ik wil dat kunnen, leg dat de zet. Maar ik heb wel de afspraak van, op het moment dat we thuis zijn, is het ook niet de coach. Dat gaan we voorlopig wel goed. Dat is stappen. En dat is belangrijk. Ja, voilà. Moet kunnen. Ja. Coach, als we even teruggaan naar Mol, hè. Wat is eigenlijk je tweede ambtstermijn, om het in een mooi woord te zeggen. Je hebt er al gewerkt. Heel mooie prestatie neergezet in de tijd. Hè. Een aantal seizoenen na elkaar gestegen. Kunnen we daar misschien wat meer over vertellen, van hoe dat je daarmee omging? Wat was de ambitie ieder jaar? Was het effectief het doel om over te gaan? Heb jij meer druk gemerkt bij u? Hoe ging je spelers daarmee om? Op zich was de bedoeling wel, want op zich was dat voor mij een redelijk pittige ervaring, want ik zat toen bij Geel, dus ik had bij Geel was dan derde nationale, en dan Mol was tweede provinciale, dus dat was zo wel even zo, want als coach, je zit dan op je hebt naar dat niveau gekregen, en dan denk je toch even van, terug naar tweede provinciaal. Dus dat was op zich al wel een stap om te zetten. Want je geeft toch een beetje toe van... misschien is derde klas wel op deze moment nog wat te hoog gegrepen. En je gaat toch terug een paar stappen naar beneden. Maar de coördinator van toen, of de manager van toen, de Dre Damme, de vader van de Yannick Damme, die zullen misschien ook wel kennen. Ik heb de Yannick, denk 5 jaar onder mijn hoede gehad. En de vader geloofde heel veel in mij. Dus in een echt... heel veel moeite gedaan om mij een Mol te krijgen. Dus dat was op zich, begon ik al mee het gevoel van, ja, ze vertrouwen mij hier wel. Dus dat was op zich wel een aangenaam gevoel. Ze waren denk ik al 2 jaar aan het proberen om uit het tweede provinciaal uit te geraken. Dus ze hadden wel de ambitie om te promoveren naar eerste provinciaal. Dat was sowieso de ambitie.
En dan was de bedoeling om binnen de 5 jaar wou Mol eigenlijk proberen tweede landelijke. Dat was eigenlijk vooraf het project van tweede provinciaal naar tweede landelijke. Dus 2 reeksen op 5 jaar, dat was de ambitie. En het eerste wat ik daar dan gedaan heb, is daar hing een heel felle cultuur van. Dat was een A- en een B-ploeg, maar die hingen heel fel uit elkaar. Dus dat was eerder zo de A-ploeg en de B-ploeg. Dus dat was eigenlijk al een cultuur waar ik geprobeerd heb aan te wijzigen, van daar eigenlijk 1 groep van te maken. Mm-hmm. Ik heb mijn ervaring in Aardenhoek, want mijn eerste coachingervaring is in Aardenhoek, heb ik eigenlijk hetzelfde gedaan, de A- en de B-ploeg. En ik heb daar altijd goede ervaringen mee gehad, want op een bepaald moment moet er toch op rekenen op de B-ploeg. Al is het maar voor op de trainingen of er is foutste speelrit. En dat klikte eigenlijk wel. En je voelde direct mijn manier van spelen. Dat was... dat lag die ploeg. En wij hebben eigenlijk gefreewheeled door tweede provinciaal. Ik herinner me niet meer helemaal, maar ik denk dat we op het eind van het seizoen dat die statistieken, dat we gemiddeld 20 punten meer mikken dan een tegenstander over een heel seizoen. Dus dat was echt... Ik denk dat er 2-1 ploeg in de buurt kwam. En voor de rest was dat echt doodnijpen. En dan was de doelstelling eigenlijk van eerst provinciaal al bereikt. En dan was er niet echt zo... En dan was het van, oké, nu willen we even een paar jaar... Want eigenlijk eerst provinciaal Antwerpen, dat is op zich een aangename reeks om te spelen. Dat is al wel behoorlijk in basket. En op zich nog niet ver weg en allemaal bekende ploegen. Dus op zich wou Mol daar wel een vaste waarde in eerste provinciaal worden. Mm-hmm. En dan heb ik 2 spelers, denk ik, erbij aangetrokken, denk ik. De Tobias Marien is er dan bijgekomen. En dan Amir Saman Ekbali. Ik weet niet of je die komt nog van jullie kanten. Maar dat waren 2 spelers die een beetje ongelukkig waren in hun ploeg. En ik denk dat dat ook wel een sterkte is wat ik toen op die moment wil. Ja, zo spelers die dat niet, die dat zo'n beetje op een punt zaten van, ik weet het allemaal niet meer. Ja. Van die wat vertrouwen te geven. En ja, eigenlijk op die moment plakte eigenlijk alles zo goed. En dan was dat weer hetzelfde. Wij wonnen de eerste 14 wedstrijden op rij. En ja, dan was de... Ik probeerde in de gazette elke keer wel te blijven zeggen van top 5 is goed. En top 5 is goed. En Kenta als coach wilde zo altijd die druk naar beneden houden. Ik herken dat nu bij de Mike. En iedereen zegt tegen mij, Mike, voor de titel nou. En de Mike zegt dan, moet niet. Maar op het eind van de rit komt dat toch. Uh-huh. En ik denk dat we een maand voor het einde, dat we weer al bijna eruit waren. En zo is dat eigenlijk 3 jaar op rij gegaan. En in tweede landelijke stonden wij van boven. En we hebben 2 weken voor het einde van het seizoen een vergadering moeten hebben met de ploeg. Van, mannen, we kunnen dat eigenlijk niet betalen, eerste landelijke. Dus zijn er forfaits gegeven voor niet kampioen te spelen. Want anders was het van tweede provinciaal in 1 ruk naar eerste landelijke geweest. Mm-hmm. Dus achteraf, nu, zoveel jaar later, pikt dat echt. Maar op die moment zit het zodanig op een wolk. Alles plakte, alles marcheerde. Die manier van spelen, waar je zegt, je moet je spelers hebben. Ja, ik had die spelers die dat hoog tempo konden spelen, die full court konden spelen, die dat geloofden in dat de manier was. Derde quarter, 6e minuut, 3e quarter. Elke week schreven we dat op, 6e minuut, 3e quarter. Dan was een tegenstander, dan waren ze niet meer mee. In de eerste helft ging dat altijd wel, maar dat was een beetje slopen. Dus, uiteindelijk heb ik nooit die druk gevoeld, omdat niks moest. Dat kwam allemaal. Dus er was niemand dat zei van... Integendeel, het was al zo rap van, oei, wat gaat er nu gebeuren? Nu moeten we de spelers misschien wat meer gaan betalen. Of we moeten een andere speler erbij hebben die dat gaat geld kosten en die inschrijvingskosten. Dus het was eerder zo van, rustig aan. Dan van, je moet eruit spelen. Dus eigenlijk is dat 3 jaar beleefd op een wolk, zonder dat daar eigenlijk bij stilgestaan weer van, wat gebeurt hier allemaal? Dus druk heb ik daar eigenlijk niet echt gemerkt. En op dat vlak zijn we ook een beetje dag en nacht verschil. Jij, als je ziet zitten voor de wedstrijd, jij zit de rust zelf. Je straalt dat ook uit. Ik heb daarentegen, ik ga op van de zenuwen. Dat mag tegen de laatste zijn, dat mag tegen de eerste zijn. Dat is altijd zo. Hoe doe je dat eigenlijk? Is dat iets wat je van nature bent? Of voel jij wel enige zenuwen altijd voor een wedstrijd of niet?
Dat valt op zich wel mee. Ik heb dat meer voor de match en de dagen voor een match dan dat ik dat tijdens een match heb. Omdat ik tijdens een match je kunt proberen iets te veranderen. Dan zit je ermee bezig. Dat is gelijk dan een speler meestal. Allee, dat had ik als speler ook. Als ik op het veld stond, had ik veel minder stress dan dat ik op de bank zat. Dat heb ik nu als coach ook wel wat. Als ik ermee bezig kan zijn, als ik een invloed kan hebben, heb ik minder stress. Omdat de dagen verdien natuurlijk, dan zijn ze daar wel mee bezig. En dan zijn ze bezig van hoe gaan we het aanpakken en met een tegenstander. Maar van het moment dat die match bezig is, dan kan ik dat eigenlijk op zich wel goed loslaten. Ik heb dan ook wel de rust die je dan ziet, is misschien ook wel zo een beetje van... Ik heb dan ook niet echt boodschap, omdat er iemand... laat mij maar hier rustig even zitten. Maar stress tijdens een match valt er eigenlijk goed mee. Ik heb ook altijd... Het is wel voor de match dat ik zo die dingen heb en dan word ik wat aan het... Je geeft toch ook een gestresseerde indruk soms tijdens de match? Zo. Ja, dat is ook zo. dat is zo. Ik ben nooit niet gerust. Ik ben nooit... Gisteren ook zo... Ik weet dat je mijn technische fout nog wel aansmeren vorige week. Zeg, je stond onder de goal. En daar bitter wou niet naar mij luisteren. Zalig. Nee, maar dat is... ik weet dat is echt een werkpuntje voor mij. Voor dingen... Nu, gisteren ook... We staan 30 punten voor. En dan voel ik op de bank al dat... Ja, ik heb daar zo'n spelers. Christian Agbiamo, die zit dan al meer met dat feestje in zijn hoofd. En ik zeg, Chris, het is nog niet gedaan. Hè. Dan zit coach, kijk naar het scorebord. Zeg, nee, Chris, nog even. Maar dat heb ik ook al. Ook niet de rap victorie krijgen. Nee. En zeker... Ik vind het al veel minder als vroeger, mijn stressgehalte en ook tijdens de wedstrijd. Ik ben ook wel de coach die heel hard meeleeft met zijn ploeg. En ik merk dat ook wel als ze dat nodig hebben en dat echt wel helpt. Maar ik wou nog even terugkomen over die zesde minuut. Dat is echt iets dat ik heb gemerkt. Allee, Gunnar, ik heb ooit met Nijla tegen Vapco gespeeld. Mm-hmm. En dan denk ik als coach, oh my god, wij doen hier mee. Hè? Half time, wij doen mee. We gaan die pakken. En dan is dat echt zo, hè? Dan was dat die zesde minuut en dan was dat ineens 20 punten verschil. En dan stond het er van, we komen er niet. Allee, ik ben er echt bang van. Allee, dat was echt... Je gebruikt het correcte woord, slopen. Dat was echt een ploeg slopen. En dan... Dat wordt een cultuur, hè? Dus die groep begint daar zodanig in te geloven dat dat zelfs bijna mentaal is. Oké, we zijn halverwege een derde kwartier. Ja. Nu gaan we het tempo nog hoger leggen. Dat was wekelijks gebeurde. Hè? Zeker tegen... In Eerste Provinciaal hadden we wel ploegen die wat meer ervaring hebben en wat minder conditioneel vermogen. Hè. Je hebt ook wel de jonge ploegen die komen, die dat dan, hè, de Gucoliers en zo, die dan nog meer jeugdspelers spelen. Maar je hebt ook vooral Ekeren en zo, de ploegen die daar wat meer ervaring hebben en waar dat het conditionele niet meer van boven staat. Ja, je voelde dat perfect. Onze ploeg voelde dan van, oké, ze staan bij een vrijworp, staan ze met de twee handen op de benen, met hun mond wat open. Oké, nu gaan we het tempo nog hoger leggen. En dan 2-3 keren open court, snel beslissen. Oké, zelfs al is er daarnaast gevoelde toch van die vierde keer gaan ze gewoon niet meer mee. En dan kregen wij lay-ups. En dan inderdaad, dan is die match... Hè, want in de eerste helft heb je dan nog een rust om te recupereren. En dan kunnen we terug... Maar in het derde quarter, dan is het gespeeld. Hè, dan. En dat was wel gevoelde dat die groep daar zodanig in geloofde dat kon en dat dat ging gebeuren. En dat gebeurde dan ook. Hè. Ja. Dus dat was inderdaad een beetje... Eerst provinciaal en zelfs in Tweede Landelijke was dat ook gebeurd. Dat was ook een beetje hetzelfde. Dat was een cultuur, ja. Ik kan dat niet anders omschrijven. Dat was, was mooi om te zien wel, als coach. En hoe waren die gesprekken met bestuur als ze ineens naar u komen en ze zeggen... Coach, kan niet gebeuren. Ja, in wezen denk ik niet dat het bestuur echt gezegd heeft dat het niet mocht. Maar er is een gesprek geweest met mij erbij in de groep. En dan hebben ze een beetje de situatie uitgelegd. Dan heb ik mijn zeg gedaan. En dan ben ik eigenlijk... Want ik had toen al gezegd dat ik niet meer ging blijven. Dus ik had al gezegd van oké,
ik voel dat ik alles, om maar te zeggen, terug te komen met wat we juist gezegd hebben, als je elke training op een heel seizoen bijna zodanig vol geshot en die shotoefeningen en die competitie, dat om het uur komt dat woorden uit. Ik voelde dat ook wel bij de spelers en bij mijzelf ook wel. Ik bedoel, na 3 jaar heb het wel, bij de meesten heb het dan wel wat gehad, denk ik. Ik denk dat 3 jaar een goede termijn is. Dus ik had al gezegd van, kijk, voor mij is deze... Ik had van tweede provinciaal naar pseudo-kampioen in tweede landelijke. Ja, ik kon ook niet alleen nog meer verliezen. Hè. Als we nu eerste landelijke achteraf, dan dacht ik, ja, dan had ik eigenlijk moeten blijven. Want dan was dat natuurlijk weer een uitdaging, een andere uitdaging. Dus ik was bij dat gesprek eigenlijk niet bij. Dus de groep had eigenlijk onderling... En ik weet dat er een aantal spelers waren die zoiets hadden van, oh, eerste landelijke... Hè, voor bijvoorbeeld Mol is tweede landelijke, dat is Limburg en ja, Antwerpen. Ja. Dat is voor Mol is dat een heel mooie reeks. Hè. Lommel zit daarbij, Hasselt zat er toen bij. Bedoel, dat is allemaal een beetje bename provinciaal voor Mol, want die zitten een randje Limburg, dus dat was eigenlijk een heel aangename reeks. Dus er waren een aantal spelers die zoiets hadden van, goh, weet je, die een eerste landelijke, dat moet voor ons niet. Dus ik denk dat eigenlijk die een insteek vooral er gewist is vanuit de groep, in combinatie met, het gaat weer een stap zijn voor de club. Dus dat was eigenlijk te snel gegaan. Ik denk, moest daar 2 jaar langer over gedaan zijn, dan had dat een andere situatie geweest. Maar ja, nu waren er vooral een aantal spelers die zeiden van, kijk, tweede landelijke, goede reeksje, eerste landelijke, dat moet voor ons niet meer. Dus ik heb eigenlijk niet echt daar veel aan in de pap te brokken gehad. Maar ik had heel veel begrip, hè, toen op die moment. Nu zou ik wel doorgeduwen hebben, denk ik. Allee. Maar ja, goed, dat is achteraf. Hè. Het komt altijd te laat. Hè. Dat is een feit. Les geleerd. Ja, nee, sowieso, maar dat is zeker interessant, coach. En misschien een vraag, we waren er net zelf in over de levensduur van een coach, hè, dat dat vaak beperkt is tot een aantal jaren. Kun jij misschien een ervaring delen of misschien een tip meegeven aan andere coaches die ook al een aantal jaar ergens zitten om te zorgen dat die relatie wel productief blijft. Want zoals dat gezegd, hè, spelers kunnen soms gevoel hebben van, ik heb het gehad na 3 jaar, het gaan weer die drills zijn, het gaan weer die systemen zijn. Er is een bepaalde insight dat je kunt delen met ons. Ja, ik heb de ervaringen die ik tot nu toe heb, bij de dames in Okido heb ik dan 3 jaar gezeten, maar had ik dan mijn vrouw om een beetje mij op de hoogte te houden van hoe dat de mentale toestand van iedereen zat. Ja. Ik ben dan gestopt heel vroeg als speler en hebben ze direct in Okido gevraagd om daar de senioren te doen. Dus ik heb daar 5 jaar heb ik daar gezeten. Maar dat was de groep waar ik zelf nog mee samengespeeld had. Dus daar had ik ook wel een gevoel van... Daar kan ik met die speler wel over praten, van wat leeft er in de groep. Ik denk dat dat een beetje de key is van echt aan te voelen. En als je het niet aanvoelt, van met de juiste persoon te babbelen. In Mol heb ik een hele goede kapitein, de Koen Heijlen. Die zit al heel zijn leven in een basket. En dat is ook een goede communicator. Die weet ook perfect wat er reilt in de groep. Mm-hmm. En ik denk dat dat een beetje de belangrijkste is. En in Okido heb ik altijd gezegd, er waren dan mannen waar ik mee samengespeeld heb, die hebben dan 5 jaar, maar elk jaar opnieuw heb ik gezegd, als er 1 in de groep is, omdat dat toen, ja, dat was mijn club, dus ja, als je daar 7 krijgt met een speler, ja, dat is sowieso niet aangenaam om daar dan terug in te gaan in de toekomst. Want nu bijvoorbeeld mijn zoon, dat is ook in Okido, dus ik kom daar nog heel veel. Ik heb daar altijd gezegd, als er 1 speler echt zegt van, oké, met de Jan... Het is goed geweest. Dan, als dat echt uitgesproken was, dan had ik dat ook niet gedaan. Dus dat was elk jaar op het eind van het seizoen goed vragen via de kapitein. Hoe denken ze erover? Ik denk dat dat een heel belangrijke is, dat je toch, zeker op provinciaal / tweede landelijke, waar dat er nog niet te veel geld mee te maken heeft, dat het wel belangrijk is dat de groep vertrouwen in u heeft en andersom. Ik denk dat je vooral moet weten van... Ja, zien ze het nog zitten of niet? En als er klein dingetjes zijn, bijvoorbeeld bij Caroline, als die aangaf van, ja zeg, daar hebben ze het wel wat moeilijk mee, oké, dan kun je daar perfect aanpassingen in doen. In Aardenk was dat ook, en in Mol ook. Als die spelers dan aangaven van, ja, oké, het is nu al even te veel in die richting, oké, dan kun je daar, zonder uw manier te verloochenen, maar dan kun je daar toch wel iets aan aanpassen. Dus ik denk een hele goede band met
communicator van de groep, uw kapitein, een gast die echt het oor van iedereen heeft. Ik denk dat dat een goede tip gaat zijn. En, want je zegt dat je heel veel communicatie hebt met de kapitein of met enkele spelers. Ik heb dat trouwens ook. Is dat enkel over hoe dat ze hun voelen, de mentale toestand, of kunnen zij ook een bepaalde zaken van in wedstrijden of dat jij aan hun vraagt van wat denk je? Bijvoorbeeld, ik heb dat wel soms zo. Allee, dat is ook soms wel mentaal. Zoals ik gisteren, Jorg maakt, mijn guard maakt snel twee fouten. En dan communiceer ik soms. Ik heb geen assistant coach ook niet, als Chris Klaas er niet is. Maar met Christian of met Cedric, wat denken jullie? Gaat hem dat mentaal aan kunnen om op de bank te blijven zitten? Als hem zijn derde fout maakt, wat doen we? Alleen niet dat hij er misbruik van maakt, maar ik probeer ook wel veel te communiceren over basketdingen. Is dat iets wat jij ook doet? Of? Tijdens de match minder, okay. Denk ik. Ik heb nu bij Mol heb ik al een speler waar ik wel wat mee communiceer. Daarover specifiek, maar dat zal eerder na de match of tijdens een training. Of mm-hmm. Tijdens de match heb ik dat minder. Dan ga ik minder... dan zal dat met mijn assistent wel wat zijn, maar eigenlijk met de spelers minder. Ik voel ook niet dat die noodzaak er is. Het kan mis zijn natuurlijk, maar ik voel niet dat die noodzaak er is. En ik heb op die moment wel meer mijn eigen... dan wil ik wel mijn eigen gevoel volgen. Dan, anders kan ik misschien beginnen twijfelen en zo. Dus ja. als dat zal gebeuren, zal dat misschien inderdaad tijdens een halftime wel eens of na de match... Dat is bij mij ook, hè, zo tijdens een halftime of dat. Maar ik vind dat wel interessant om te zeggen, want dan merk je zo, als je in onze reeks zit, en ik zit in tweede landelijke, ik heb geen assistentcoach, dat je dat toch soms mist om even... Ja, je kunt als coach niet alles zien. En je bent constant bezig met dingen. Hoe is uw relatie met je assistent? Wat moet die doen voor u? Ja, ik heb een super assistent, vooral omdat die af en toe een heel andere insteek, dus die ziet soms de dingen op een andere manier. En wij vertrouwen elkaar ook. Ik heb hem gecoacht in Aarlenk, ik denk het voorlaatste jaar dat ik in Aarlenk zat. En dan heb ik hem 3 jaar gecoacht in Mol, dus ik heb hem onder mij gehad als speler. En ik ken hem ook als jeugdtrainer en ja, die band is wel redelijk sterk. Ja, en af en toe, en dat is misschien heel raar, maar soms wil je als coach ook wel eens bevestiging hebben. En dat gaan we soms van spelers niet krijgen. Want je kunt soms in de kleedkamer zitten rondgaan en proberen ogen te checken als je gewoon uitleg aan het doen ze. En dat die zo naar u zitten te kijken van, ja, en dat je er niks uit kunt halen. En dan heb je soms wel eens een assistent nodig die je zegt tegen dat je zegt van... Het is toch juist wat ik zeg, hè? Of niet? En dat hij dan zegt van, ja, helemaal juist. En dat kan de Joris winnen. Kan dat wel op die moment. Je kan mij wel geruststellen. En dat kan een stukje die stress wel weghalen. Als jij zegt van, ik heb wel redelijk wat stress en zo. Soms kan een assistent gewoon uw stress ook wel even weghalen. Dus ik denk dat dat vooral een belangrijke factor van mij een assistent is. Ja. Voor de rest zitten we eigenlijk redelijk op dezelfde lijn. Alleen doordat die niet rechtstreeks... Die filtert nog een stap verder, denk ik. En je kan soms dan nog juist dat ding zeggen, dat je dan denkt van, ah ja, dat is juist, ja. En dan, ja, gewoon een beetje rust brengen, in mijn hoofd, dan vooral. Nee. Ik snap wel dat je dat mist, alleszins, als je dat niet hebt. Maar ik denk wel dat iemand moet zijn waar je een goede relatie mee hebt. Ja, bij mij is dat nu de Chris, hè, de kinesist, die van de eerste ploeg. En Chris ken ik bijna 16 jaar. Die heeft mij elke keer verzorgd dat ik mijn kruisbanden heb overgegeven. En dat is 6 keer gebeurd. Dus ik ben er heel veel bij geweest. En de Chris is de kinesist en kent hij niet van basket? Ja, die kent de basis. Maar die is heel goed wel met mensenkennis. En dat is wel iets dat mij ook echt heel goed helpt op een wedstrijd als hij erbij is. Die brengt mij ook, wat jij eigenlijk zegt, hè, die brengt mij tot rust. Die geeft mij bevestiging. En die ziet wat de spelers, hoe dat die reageren. En dan komt die, zegt hij, kom, hey, zouden die niet eens wat rust geven? Oké, is goed, ça va. En nou, dat is plezant. Dat is goed dat je ook zo even een klankbuis zit naast je. Ja, voilà. Het is toch anders een assistent dan een speler, hè? Tuurlijk, sowieso. Sowieso. Dat is echt...
Maar je moet wel kampioen spelen van Chris, hè? Ja, ja. Chris, we hebben zo'n WhatsApp-groep. En daar is het altijd... elke week is als er iets grappig in gezegd wordt... Boys, alsjeblieft, van de week was het... we moeten Okido focus hebben. En dan we wonnen van Okido. Focus op Redvick. En nu deze morgen zag ik ineens een bericht van Cedric Koppen. Die zei... Boys, alsjeblieft, volgende week geen match, maar wel de focus al op Melcelen. Dus, allee. Maar weet je wat goed is? We lachen er allemaal wel aan mee, maar de boys zijn er mee bezig. Ze zijn er wel mee bezig. En Chris kan hevig zijn, maar het is goed. Zijn we dat nodig? En ik denk ook dat de goede manier is om er mee bezig te zijn. Hè? Een beetje ontspannen, een beetje ermee lachen. Ja. Dat gaat sowieso beter zijn dan zo heel gestresseerd elke week naar die uitslagen kijken van wat heeft een tweede gedaan, wat heeft een derde gedaan. Dus, dat is zo. Dus dat komt goed, hè. Dat gaat een titel worden. Hè. Ja, geen druk. Ja. Nee, maar wat je zegt is gewoon ook een heel... Het is heel ontspannen en zo. En bijvoorbeeld, ik heb iets waar ik heel slecht in ben tegenwoordig. En dat is in tellen. Ik heb momenteel... geen verschillen op een bord tellen. Ik kan niet tellen hoeveel minuten dat nog te spelen is. En de spelers liggen er eigenlijk constant plat mee. Dus als ik kijk naar het bord, zeg ik van boys, we staan er 20 voor, maar het is niet gedaan. Dan denk ik al, dan kijken die ook allemaal al. Van doen we. Dus ik probeer dat nu ook allemaal niet meer te doen in de kleedkamer. Maar het is een heel ontspannen sfeer met de juiste focus. En dat is heel leuk eigenlijk. En ik denk dat je daar wat het verhaal van... niet dat dat hetzelfde is, maar van Vapco, dat dat wel hetzelfde wat is. Een ploeg dat gewoon elkaar hangt als één ploeg wilt werken. En een goede ontspannen sfeer, maar wel keihard werkt voor elkaar. En dat is voilà. Het belangrijkste, denk ik. Dat zal al een heel groot stuk van de oplossing zijn, alleszins. Sowieso. Top. Ik denk dat wat de vragen zo wat waren, hè? Mike, dat we hadden vandaag voor coach Jan. Dus alleszins dat je tijd wil vrijmaken op de zondag om ook eens in de huddle te komen. Het was heel interessant. Ik zeg het, heel wat leuke zaken, dat van die zesde minuut in een derde kwart, dat ga ik toch onthouden. Ook wel een hele dat wist ik zelfs niet, dus die gaan we zeker meepakken. Dus merci alleszins. En sowieso nog succes met Mol. En hopelijk zit er binnen een periode opnieuw met die discussie, zodat je kunt blijven overgaan of niet. Dus, laten we hopen dat nog eens ooit kan gebeuren. Dat zou wel de max zijn, maar die periode, dat vrees ik voor dat ik dat nog ooit ga tegenkomen. Het was misschien al wat te vroeg gekomen. Ik heb misschien al te rap gepiekt. Dat is niet waar. Dat denk ik sowieso niet. Als je met die spirit blijft coachen en mee bezig bent met een ploeg, dan gaat dat altijd wel komen. En ik denk dat mensen weten wat je kunt, met wie. En ik ben het nooit niet vergeten en er zijn er veel die het nooit niet vergeten zijn. Dat er met Vapco en dat gaat altijd terugkomen, zoiets. Mm-hmm. Ook al is het maar misschien door gisteren een minder moment geweest, dat komt altijd al terug. Hè? Het is dat. Goed. In ieder geval blij dat ik de eerste campus coach, denk ik, was, hè, niet? Ja. Ik heb geprobeerd van mijn aardnoes een beetje onder controle te houden. Dat is wel van geweest, denk ik. Hè. Ja, dat is inderdaad de eerste campus coach. Dat is juist. Dat is goed. Voilà. Merci, is goed. Heren, tot in contiges, hè. Ja, en doe de groetjes thuis, hè. Ja, zal ik doen. Zal ik doen. Ciao, bye. Bedankt om te luisteren naar De Huddle. Elke week nodigen wij coaches uit om hun visie over basketbal en coaching te delen met jullie. Op die manier kunnen coaches hun filosofie verruimen. Volgende week gaan we weer naar het gezellige West-Vlaanderen. Coach Yannick Tijdgat is momenteel aan de slag bij Hyxia Zwevegem Deerlijk, waar hij de eerste ploeg in de U21 onder zijn hoede heeft. Vergeet zeker niet onze pagina te liken om up-to-date te blijven van alle tip-off nieuws. Tot volgende week.